Vandaag brengen de vijf choreografen hun laatste opdracht voor de liveshows. Op een zelfgekozen locatie in Rotterdam zullen ze met hun teams een promotiedans voor een kauwgomfabrikant opvoeren. Maar het weer zit niet echt mee. Het heeft heel de week niet geregend en juist nu, vandaag, moet het dan regenen. Verschrikkelijk. Niet doorgelopen. Ja, echt gevaarlijk hoor, dit buiten en regen en Jesus. De dansers kunnen niet voluit dansen en dat komt dan door wat daar gebeurt. Ik ben echt heel bang dat zij een ongeluk krijgen. Want nu het regent heeft team Isabelle met deze skatebaan veruit de slechtste locatie. Je hebt geen stabiliteit, dus je kan niks doen. Ook Dan vindt de locatie die Isabelle gekozen heeft verre van ideaal voor de opdracht. In choosing your location, there are a lot of things to think about. It might rain, so take that into account. You have to deal with it, fight through it, and still give your best performance. Niks aan te doen, hè? Show must go on! All right, here we go. It's performance time for the final challenge. Okay, so Angelo is on skating. He takes up the packet of chewing gum. He opens it. And then you have the freshness who's going through. Anna, Stefano, Ellen, and Patrick. And everything comes together to a maximum freshness. Got flavor. Faces, come on. Een verrassing, laat ik het zo zeggen. Ja, hoe zou ik het zeggen? Het ging niet zo goed. Door de natte skatevloer hebben de dansers zich ingehouden. En is de choreo minder goed gelukt dan gepland. Ik vind het heel spijtig dat ze van al het werk dat ze gedaan hebben nu niet voluit kunnen dansen. Ik vond dat verschrikkelijk. Dat is zo frustrating. Ik baal gewoon dat we dat zo lang aan werken. Dat we daar zo lang aan werken en dat dat niet. Dat is niet erg. Maar de marketingmanagers van de kauwgomfabrikant vinden de choreo van Isabelle toch geslaagd. Location really fits our brand. I used a lot of elements related to our scene, barrels, graffiti. Dan is minder enthousiast. Isabelle, I think, was a little too ambitious. It rained, made it difficult for them to perform. But I also think they tried to involve too many elements. Keep it simple, that's the best way to do it.